Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl een lage drukgebied ligt boven de Noordzee en rondom dat hagedrukgebied trekken nog veel wolken en ook buien met name over de noordelijke helft van het land. In het zuiden is het veel vaker droog en zeker in Brabant en Limburg schijnt de zon zelfs al behoorlijk. In de loop van de dag gaat de neerslag geleidelijk steeds meer wegtrekken en vanuit het zuidwesten breekt dan ook steeds meer de zon door. Het wordt niet echt warm vandaag, 14 of 16 graden in het noorden en 17 tot 19 graden in het midden en zuiden van het land. De zuidwestenwind is nog steeds stevig, vrij krachtig aan Zee zelfs hard of stormachtig, maar in de loop van de dag gaat de wind geleidelijk aan afnemen. Vanavond is het grotendeels droog, maar dan komende nacht en morgenochtend gaan er opnieuw buien over het land trekken. En dan uiteindelijk morgenmiddag klaart het opnieuw vanuit het westen op en breekt de zon vaker door. Temperatuur morgen wel een stuk hoger dan vandaag, tussen de 20 en plaatselijk 25 graden. In de nacht naar vrijdag kunnen een aantal stevige regen- en onwisbuien over het land trekken. In de ochtend komen die dan ook nog voor. Maar dan in de middag wordt het geleidelijk aan droog. Het wordt 18 tot 22 graden. In het weekeinde enigszins wisselvallig, met name zondag flink warm. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.